dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe escape room. Het is weer zover. Halloween! Ja, dat is iets wat ik niet ga doen, maar wat andere acteurs, mensen die zijn ingehuurd, mensen die in het complot zitten, wel gaan doen. Ze gaan hun best doen waarschijnlijk om ons te laten schrikken. We hebben een paar mooie kandidaten. We hebben hier Noël. Welkom. Hallo. Hallo. Zin in. Ja, ik heb er super veel zin in. Jij? Ik heb ook wel zin in. Nice. Als er iemand schrikt, dan is Noël het wel. Daarom, dus ik ga voorop. Ja, dat lijkt me een goed plan trouwens. Oh. Zin in? Ja. Nou, daar komen we straks bij. Oeh. Yes? Yes. Oké, okay, als je bang bent, laat het weten. Goed, dan hebben we nog iemand anders hier als kandidaat. En dat is Lars. Ja, ja. De meest mannelijke uitziende man. Minst mannelijk. Ja. Daar komt het op neer. De contrast is hoog, maar goed. Ja, ik wist niet dat iemand met zo'n mooie volle baard zo hard kon gillen. We gaan het zien, we gaan het zien. Ja, we gaan het horen vooral. Kopen. We gaan het horen vooral, zeker. Dan hebben we hier, geen idee waarom die een outfit aan heeft. Ja, ik weet het ook niet. Maar, stapt in een auto, kan hem ineens aan, dus ja, magie, hè? Dat is magie. Magie. Wordt een magische avond? Het wordt zeker een magische avond. Ik heb er super veel zin in. Laten we zo snel mogelijk beginnen. Zeker. Zit er... Ja? Nee? Oké. Okay. Goed, ik heb ook heel veel zin in. Ik heb er heel veel zin in. Nice. Waarom heb je je bril niet op? Want anders kan je het niet zien, toch? Dat is ook waar. Zenuwen, denk ik. Ja, ja, dit is beter. Dit is beter. Even serieus, wil je nog iets zeggen tegen het publiek? Jongens, als jullie deze video gaan kijken, vergeet niet een duimpje omhoog te doen, want dit wordt de allerbeste Halloween. Oh! Zeker. Zeker weten. Ja, zeker dus, weten. Dus? We gaan beginnen. We gaan beginnen. Let's go. We staan hier voor de nieuwe woning van mij. En het eerste wat we zien is stop. Ja. Nou, dat doen we. We zijn gestopt. Ja, stop. En dan? Links, rechts kijken. Oké, ik vind het wel opvallend. Ja, dat die dat deze leeg is. Is eigenlijk sto. Je moet je onthouden. Oké, okay, V dus. V is leeg, dus parkeerplek is leeg. Ja. Dus we moeten een auto zoeken. Heerlijk, kijk eens of die auto open is. Ja, serieus. Misschien is het serieus niet. Om te ja. Ik zou hier heel goed in kunnen zitten. Gaat het alarm niet af dan? Oh, een mooie auto. Weet trouwens. Niet. Van wie is die? Daar trek ik verkeerd ook. Ah, ik moet kijken, dikke BMW. Wow, hier ligt serieus een sleutel. Nee. Wat het maar op Facebook. Oh, trouwens, voor de kijkers, ik heb echt een slecht geweten gekregen. Dat betekent dat je dus echt gewoon snel schrikt. Wil je het vasthouden? Ik weet de code ondertussen. Ja, maar er staat stop. Hier moet je stoppen. Maar we hebben gestopt en nu mogen we weer door. Ik ga het toch even van dichtbij bekijken. Want ik ja, ik heb hem wel van het slot gaan. Ja, maar het lijkt mij niet dat je zomaar naar binnen mag. Oh, we gaan naar binnen, we gaan naar binnen, we gaan naar binnen, we gaan naar binnen. Ja. Ben je iemand die gaat zingen als hij schrikt of stil is? Ik ben iemand die gaat zingen, serieus. Dus we gaan mee. Oh. In ogen, laat me niet schrikken, baby. Zo gaan? Mogen we naar binnen of niet? Mogen we naar binnen? Er staat stop met een reden. Er staat stop met een reden? Staat stop met hij is ingelicht, hij zit in een complot. Oh. Ja bro, nee, maar dit bedoel ik, als we het nu al niet gaan vinden, als we nu al niet wacht, verder denk komen, even na, denk. Ja, is er niet iets met dit? Oh, nou wel. Waarom is deze niet opgeblazen? Moeten we deze opblazen? Nee, er zit hier een gat in. Er zit hier wat in, denk ik. Ja, natuurlijk. Er is nog wel echt een sleutel in. Scheur het open. Maak het open. Ja, maar is het echt... Zit er echt iets in? Nee, ja, lucht. Ik heb er echt goed in gekeken, hoor. Hey! Wat? Oh, wat de heck? Oh, nee. Het is governor. Nee. Oh my god, nee. Hij is dicht, de bus is dicht! Oh nee. Loser. Hey, skeletje! Mini-dep, ja, mini-dep. Oh, zo fijn alleen echt. Oh, nee. Oh, shit, gaat. Oh my god. Je mag ook mee. Oh mijn god! Wow, dit is serieus. We zitten in een kringetje, en ik heb er geen zin in. Hey, gordel! Hey. Als ik Lars niet had lachen. Zo, gast, oh mijn god, ik word misselijk. Oh, ik ook. Ik zie ook niet waar ik naartoe ga. Dat is echt... Nee, wij allemaal niet. Oh, jullie zitten hier ook. Wow, Noël. Hey, ben jij ook hier? Oh, zo, maat, serieus, ik word misselijk. Wow, ik ook echt. Wow, Jur wordt ook misselijk. De cameraman. Hey, jij bent er ook. Ik krijg het veelste benauwd. Ik krijg echt veelste benauwd. Hey, nu heb ik goede afleiding door Noël. Ik heb ook vette kippenvel. Nee, maar begin maar te zingen. Jongens en meisjes. Jongens en meisjes, waarom zitten wij nu in de bus van de skelet?
Ja, hebben we wel gezien. Dat ja, we zijn ontvoerd door een skelet. Ja. Ja. Wie was het? Wie was het? Ja, bro, dit is die skin in Fortnite. Dat is waar, ja. Oh shit! Oh, en jullie Skulltrooper! Skulltrooper! Ja. Nee. Oh, we zitten in de Battlebus! Hey, thanks de B. Eerst de Battlebus bedanken. Oh, ja, bedankt. Oh, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Oh my god. Where we dropping, boys? Oh, weet je wat sick zou zijn als we in één keer met deze bus op een boot gaan naar Engeland of zo? Oh, dat zou wel serieus zijn. Zo, maat. Ja, maar nu zit hij echt te kutten. Ja. Yeah. Hey, skeletje! Skeletje! Normaal, dude! Dit hadden we niet verwacht, hè? Dat hadden we echt niet verwacht. En elk jaar wordt het toch een stapje erger. Ik zeg het nog net tegen jou, hè? Van, ik wil niet in een busje worden afgevoerd. Wow, wat gebeurt? Dat is precies wat Lars zei. Ja. Wow. Maar ja, dan gebeurt het, hè? Niks meer zeggen, maar we zijn jou nog niet tegengekomen. Nee. Ja, je weet niet meer naar pakt, hoor. Maar ik denk dus dat we de bos gewoon erop. Hij heeft gelijk, ik denk de bos. Maar we rijden wel te hard, man, vind ik. En weet jij welke kant we op rijden? Heb je dan een beetje gevoel naar? Ik denk naar Wassenaar. Wassenaar? Lijkt het niet slimmer? Ja. Wassenaar? Ja, ik weet het ook niet. Oh, ik weet het niet. Het wordt wel spannend als die auto raak ineens stopt en je weet dat die deur ook. Ja, en dan staan er twee mensen. Ja, in oh, maar welke Fortnite skin hoop je nog meer in tegenhouden? Ik hoop die met dat lama pak, met die lama aan. Oh, dat is wel vet. Ja, die ik skin. Wel John of Wick, Ninja. Man. Nee, John Wick. John Wick? Ja, dat is hier. Daniel was die vis. Ja, die vis. Oh, stop. Oké. Hey! Die was goed. Ja, dit kwam echt stoer. Over. Mannen, niet doen. Hé, hey, jongeman, link de motie. Oh. Huh? Hij gaat op slot. Hé, hey, geen airco. Oh, is dit al een room dat we uit moeten? Nee, toch? Nee, man. Nee, joh. Die... Hey. Blinddoek opdoen. Wat zegt hij nou? Nee, blinddoek opdoen. Mijn jongen hier. Hoe zei dat? Blinddoek opdoen. Blinddoek opdoen. Nee. Hier zo. Heb je echt geen zin in. Nee. Oh, geef hem die rooi. Die past zo mooi bij zijn outfit. Oh, geef mij die rooi. Oh, geef mij die rooi. Welke kleur heb ik? Zwart. Oh, ziel. Staat je echt goed? Dat is mijn ziel. Oh, mijn hemel. Even nog omhoog, hoor. En we kunnen ook gewoon als bananen doen zeggen van we gaan niet blind. Oei. Ja, nee. Ja, we kunnen zeggen, we hebben hem om en dan hem in een nekklem. Zo, en dan gewoon die bus dicht doen. En dan gaan we, rijden wij weg en laten we hem die escape room doen. Oké, dan gaan we. Ja, helemaal echt warm op dit moment. Zo, je lijkt op toepak, man. Zo, dit zit goed, hè. Oké. Wacht even, man, ik ben nog niet klaar. Waar zitten jullie op dit moment? Ik zie mezelf, man. Oh, ik ga echt bad. Oh, ik kan die onderkant wel. Oh, ik ga bad. Kijk, hey, skeletje! Hey, skeleton man! Ja, we hebben blinddoek om. Kom binnen. Wie is daar? Ja. Dit is toch een beetje Sinterklaas? Yo, man. Oh, als ik in één keer klap, krijg je mijn ballen voor de boos. Ben je nou binnen of ben je buiten? Ja, dat vraag ik ook. Oh, mijn jongen, ik ben zo... Jullie zijn aangekomen op een hele belangrijke locatie. Deze locatie is belangrijk en bijzonder omdat er figuren rondzwerven uit een griezelverhaal. Nee. Een bekende schrijver heeft dit griezelverhaal geschreven. Nee. Maar het manuscript is gestolen door twee heksen. Doordat de twee heksen dit manuscript in handen hebben gekregen, hebben zij de verhalen de wereld ingetoverd. Hierdoor zijn de verhalen tot leven gekomen en lopen alle karakters van het boek rond in dit bos. Nee, wat is dat? Nee, ik zei het je! Door de bladzijde van dit griezelverhaal terug te plaatsen in het boek. Pas dan kan het bos weer veilig betreden worden. Nee. Want nu kan er niemand meer veilig door het bos lopen. Nee. Pak het lege boek erbij en volg de lampionnen. Okay. De route is voor jullie verlicht, dus ga niet van het pad. Anders zullen de enge figuren jullie bestraffen. Oh nee. Elk griezelfiguur heeft een bladzijde bij zich. Kom erachter hoe je de bladzijde kunt verdienen door vragen te stellen of de opdrachten op locatie uit te voeren. Heel veel succes. Dankjewel. Wel thanks voor die dan. Heel erg. Maar moeten we die blinddoek nu nog ophouden dan? Hé, maar luister. Ja. Hebben jullie hem nog op? Ja. Jij niet meer? Ik kan de hele tijd af. Oh, ik hoor niet. Nee, wat het dus is we zijn sowieso in het bos. We moeten het pad volgen met lichtjes. Anders worden we bestraft, worden we gespankt. Is toch iemand nou in die bus bij ons? Ja. Ben jij die nou wel? Ja, dat ben ik. Nee, maar die deur ging net open. Nee, ik word vastgepakt.
Nee, oh, ik ga er vandoor. Hé, hey, laat hem maar rust! Oh mijn god. Ik staan blijven. Ja, ik blijf staan. Wie is dat dan? Waarom klinkt dit als iemand van de politie? Ja. Stapjes vooruit. Wat moet ik doen? Afstapje, nou, afstapje. Afstapje. Oh, zijn meer? Nog een afstapje. Hey, ben jij hier? Ja, ja. Ja? Oh nee, maar jongens, jongens, jongens. We gaan echt bij elkaar blijven. Holy shit, dit is echt koud, man. Hé, we zitten wel ergens bij de weg. En we zitten niet helemaal in het bos, boys. Ja, ja, ja. Kom, paar stappen. Ja, toch. Afstapje. Oké. Afstapje. Mag je mij wel? Ja. Wacht even, wacht even. Hé, het klinkt echt als een politieagent, hè, dit. Oei, joh. Ja, wow. Hé, wacht. Thijs. Thijs. Oh, lekker weer met mis. Wie is er nog misselijk van de bus? Ja, ik, hè. Ik draai nog steeds. Hé, hey, wie zit aan mij, man? Sorry, ja. Oh, nee, joh. Wie zit aan mij? Oh, iemand zit aan mijn stok. Hé, hey. Iemand zit... Iemand... We staan hier. Ja, ja, we staan toch? Nu. Wie wil blind een kusje? Wat is dit nou? Kom maar, gaan we lopen? Kom, we moeten lopen. Ja, ja, la, 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 ja, la, 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 la. Heb je even voor mij? Ja, la, la, la. Hey, Frans, een trap. Hé, Frans, safe dus, man. Oh, mijn god. Geef een trap. Oh, mijn god, ik ga de trap omhoog. Hou me vast, ja, Bas, ik ook. Ik zweer het je thuis. Nee, mijn. Dat ik weet dat we zijn. Oh mijn hemel, als ik straks in één keer een pak aan krijg, dan moet bungee jump doe ik het niet hoor. Gast. Oh, ik vind dit zo niet. Dit is zo na. Je weet ook niet hoe breed die trap is. Oh joh! Oh joh! Heb je geen leuning? Jawel, hier. Maar nee. Ik hou jou vast. Enzo, waar ben jij? Ik ben, ja, jij hebt mij vast! Oh ja, je weet oh ja, oh ja, oh ja. We zijn er al. Enzo, waarom loop je zo snel door? Ja, Enzo, blijf bij ja, ons! Enzo, je haalt ons, man! Ja, kom nou! Wil jij ook meegetrokken? Ja. Wil jij meegetrokken? Ja. Heb je die blinddoek af? Nee. Nee, ik oh, meegetrokken door je, man. Hé, hey, zullen we even doen? Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Wie volg ik, dames en heren? Ik film nu vooruit. Ik weet niet wie het is. Boy. Ja, nu ben ik in één keer weg. Jawel, jawel, jawel. Laat Lars alleen. Wow, wow, ah! Huh? Oh. Normaal! Ik dacht dat ik een sleutel had gevonden. Hier, let op. Ah. Ja, ja, hier, hier. Wie is dit? Dat ben ik. Oké, okay, ik ga het bij Noël proberen. Noël, loop je achter mij? Ja. Ah. Ja. Ja, lopen. Loop, doorlopen. Ik loop ook. Loop ook echt. Zo raar, zo breed. Ja, blijf staan. Elkaar loslaten. Oh, ja. De blinddoek maar af. Nu mag de kleding uit. Oh, joh. Zoveel zin in. Oh, joh. Wow. Oh, ik ben zo blij dat die blinddoek af mag. Oh, zo. Oh, mijn ogen. Doe eens Fortnite dansen. Ja. Met Victory. Victory Real. Hier heb je de boek. Oh, nou serieus hè. Sorry. Boek vol griezels. Het script. Dankjewel. Mogen jullie de lampions gaan volgen? Lampions gaan volgen? Die kant op. Dankjewel man. Thanks. Thanks Kelly. Hey, ciao. Thanks. Love, bro. Oké, okay, ik zie ook echt helemaal niks, maat. Hé, hey, waar ga je heen, bro? Oh, zo loop je eentje weg. Open. Laten we eerst even kijken wat we hebben. We hebben niks. Oh. Er zit niks in. Oké, okay, okay, wat we dus moeten doen... Oh, dat hoort er niet bij. Dat is echt politie. Ja. Ja. Hoort dit erbij? Ja, dat weet ik het ook niet. Nee, oké, okay, we gaan niet kijken, okay, jongens, want we willen niet weten wie het is. Hoi, yo. Hè? Dag, Nachtwagen. Ja, gaat. Ja. Net zoals iedereen ziet hier thuisbereis. Oh, mijn god. Grond? Verboden grond. Heet je. Van wie is deze grond? Dit is van Defensie en verderop is van de gemeente. Is dit van Defensie? We moeten hier even een beetje uitleg bij geven, denk ik. Wow. We doen een Halloween-optocht. Oké, okay, ja, de lampjes horen. Ja, de lampjes horen bij de Halloween-optocht. Ja. Die moesten wij gaan volgen nu. Zitten we nou in bananensplit of? We zorgen voor iedereen hier op tijdlijst. Ja, die heb ik niet, ja, bij, die heb ik niet bij. We zijn ontvoerd net. We zijn net ontvoerd, ja. We hebben hier heen gebracht voor de auto. Ik heb hem al bij. Ja, maat. Wat heb je eigenlijk in dat tasje zitten nu wel? Ja, hè? Oké. Ja, ik kan niks geven ook, maat. Ja, ik kan geven. Ik ook. Ben je nog steeds aan het filmen? Nee. Jij wel of niet? Ik ben nog aan het filmen, zeker. Ja, ik wil deze stoppen. Oh. Want het filmen lijkt blijkbaar een beetje af. Je denkt dat het een grap is. Nou ja, je moet even de situatie begrijpen. Wij doen zeg maar een Halloween speurtocht voor de video dus. Ja. En wij weten eigenlijk van niks, we hebben het niet georganiseerd. Overal staan bordjes. Ja, we zijn hier net geblinddoekt naartoe gelopen. Ja. Dus vandaar dat ik snap dat u het helemaal niet snapt. Maar... In heel Nederland geldt gewoon dat je eigenlijk gewoon na zonsondergang niet meer in een bos mag komen. Zo, dat heb ik nooit geweten. Nee. Ik ook niet. Er staat in de grondwet dat je verplicht bent de wet te kennen. Ja, maar ja, we kunnen niet de hele grondwet uit ons hoofd leren. Nee, maar dat is wel onze belangrijkste wet. Dat snap ik, maar en daarom... Dit is een heel, heel simpel wetje. En dat is eigenlijk gewoon voor iedereen gewoon vaste kost. Ik heb nu een organisatie aan de lijn. En die lampionnetjes en zo, daar gaan we dan nu heen om de spullen op te ruimen. En dan gaan we er vandoor. We zijn hier van harte wel welkom. En als je ze tijdens dit soort tijdstippen wil doen, dan kan dat ook wel. Maar dan moet je gewoon even toestemming vragen van de eigenaar. In dit geval dan de Fancy.
Oké, okay, duidelijk. Een vergunning bij de gemeente. Is goed, wij gaan daarheen lopen en dan gaan we alles... Fijne, veilige avond. Ja, 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 ja. Dankjewel. Ciao. Ja. Zo, wat dat is hier gebeurd? Een hele andere wending in één keer. Dus wel, het was wel echt heel erg next level als dit bij de act hoorde. Zo. Ja. En dat we nu gewoon in de war zijn en nu weer geblind moeten worden. Toch twijfel. Skeletteman heeft zijn masker nog af. Hè. Dus, zo, ik ben echt zo in de war, maat. Ja, ik ook. Maar alles is hier. Ligt hier nou een doodskist? Ja. Hoi, joh. Jezus, dit is echt zo... Oh, als ze nu ons laten schrikken. Als hier iemand in ligt, ouwe. Oh my god! Yo. Oh my god! Wat doe jij hier? Hoe lang heb jij hier ingelegd? Kijk wat voor mooi eBay pakketje dit is. Hoe lang ligt hij hier al in? En wat doet hij ook? Hij is aan het huilen. Ik hier liggen tot jullie gevonden hebben iets om mij te verjagen. Oh, we moeten iets vinden om hem te verjagen. Oh, knoflook. Zo, dat is niet zo moeilijk. Oh, zijn ballen. Ga weg! Verjaag! Zie je, ik heb hem verjaagd, de vampier. Lekker mensen. Oh, wee, oh. Zo. Dat was heel dichtbij. Daar is de politie. ik zou daar niet heen gaan. Daar is de politie. Even dat je het weet. Hey, ik weet niet of je het door hebt gehad, maar... Ik heb er een half uur geleden. Dit wordt dan waarschijnlijk de kortste Halloween... wat is het eigenlijk ook weer? Oh ja, escape room. Misschien, het is escape wood. We moeten dus alles opruimen. Oh. Dus we hebben hier de lampionnetjes. Mooie knolpower lampionnetjes. Trouwens. Zeker. Waar te vinden? Knolpower.nl. Ja. Voor lampionnetje lopen. Hoe gaat het liedje van lampionnetje lopen ook weer? Sintermatemik. Oh, dat is niet een leuke. Sintermatemik, mak ik wil een tik-tak. Ja, maat. Gast, dit is toch lampionnetje lopen? Nee, je hebt 600 verschillende beats, man. Ik weet niet. Lars heeft dikke kloten. 11 november type of beat. Nee. Snoep, snoep, snoep. Dat mag er zijn. Snoep, snoep, snoep. Rot op met je mandarijn. En dan vraag ja, je die van. Is goed. Ja, toch? Ja. Nice. Lampje mag erin. Oké, okay, wat hebben we? Oh, daar is... Oh! Oh, is die jongens, donker. Opletten. Oh. Opletten. Oh my god. Oh, eten. Oh, eten. Oh, lekker. Oh. Wat is dit? Oh nee, dit is niet heck? Lekker, man. Oh, is dat snoep? Mm. Druk er gewoon in eten. Ja, doe maar. Wordt zo verlongen. Ja, ik denk dat het wel lekker is, man. Ja. Oh, je moet allemaal denken een brein eten, dan pas gaan we door. Ja. Oh mijn god, is het echt zo? Ja, ja, ik neem er eentje. Ja. Komt goed. Ja, echt lekker. Ja. Dat was iedereen wel. Oh, heel? Wat zeg ik? Ik was ook wel een eentje. Ik heb genoeg gehad. Zoals met een bittergranituur te buffetje. Ja, ik heb genoeg gehad. Lekker. Oh, kijk, een brief. Top. In het boek. Nice. Eet het boek en weer verder. Ja. En door. Doei. Nice. Snoepje. Hier. Boom. Hey, we gaan een lekker kontje naartoe. Wat doe je in het bos? Zij heeft heel veel van die snoepjes op. Heel veel breintjes. Hey, pas je wel op in het bos? Wat is je snap? Oh, we gaan. Oh, ik zo. Oh, ja. Hé, hey, maar daar is een lampje om. Daar is een lampje om. Oké. We gaan weer verder. Jongen, wat is dit een unieke avond? Hier hebben we weer een lampionnetje. Ik loop de hele tijd al aan kop, hè. Ja, ik voel me dapper. Wij zijn lampionnetjes aan het... Wow. Deze lampion is wel hoog. Lars, we hebben jou nodig. Maar, lampionnetje. Deze lampion is hoog. Zal ik dan Lars misschien pakken? Oh. Nee joh, nog wel even schijt. Ja? Ja, pas je wel op. Zeker. Zo hoog. Ja, joh, zit goed vast. Goeie hakenverkoop. Ja, lekker man. Hey. Lampionnetje lopen. Mijn stokje is afgebroken. Nu moet ik een nieuwe gaan kopen. Hey. We zijn lekker aan het lopen in de bossen. Oh no. Oh, en ik ga niet stoken. En ik ga niet stoken. Want maar je moet toch goed koken? De politie zit op te hopen. Oh, er staat iemand gek. Hey, gas. Oh mijn god. Waar dan? Oh mijn god. Oh shit. Hey, ga weg. Jij hoort hier niet. Ga maar tegen man. Kom, we gaan kijken. Daar gaan kijken. Pak die stok. Hallo? Oh, wie is dit? Ja. Daniel. Dit is Daniel. Oh, hij staat omgedraaid. De achterkant. Hoi. Wie tikt op de rug? Ah, oh, yo, gek. What the heck? Slokje? Oh, godverdomme. Was dat? Dit ziet er heel vies uit. En zo, drink jij? Oh nee, ik denk dat we iets moeten pakken uit die bak. Ja, ja. Thijs, kom op. Big man, big boss. You can do this. Zal ik met mijn mond doen? Is het goed met mijn mond. 3, 2, oh, je moet een slokje. Oh mijn god, hè? Chuck. Wat is het? Oh nee, Thijs. Thijs, bro. What the heck? What the heck, bro?
Hoort dit erbij? Mond op mond, mond op mond. Ik zou het echt doen hoor. Ja, Noël, Noël moet het doen, Noël moet het doen. Ja, nu! Gratie, gratie. Zo, even serieus, wat is er nou serieus gebeurd? Zo, ik nam een slokje en echt alles werd zwart en wit. Maar het was wel lekker. Hey, we moeten ook iets te gaan doen, hè? Oké, maar ik denk dat we moeten graaien, man. Wie gaat graaien? Oh, daar. Oh, lekker. Oh, die zijn serieus. Die zijn serieus lekker. Ja. Ah, die zijn glibberig. Die kan ik niet pakken. Oh, wat zo lekker. Het is op mijn vinger. Hij beet op zijn vinger. Oh, oh, zit hier alleen maar snoep in? Ja, denk ik wel. En een sleutel waarschijnlijk. Ja, vasthouden. Neem een hapje. Neem een hapje. Zo lekker. Jij ook? Oh, ik ook. Doe mij ook maar een hapje. Zo nat. Mijn vinger. Oh. Ja. Hij ook. Ja, jij ook. Jij ook. Ja, zo ook. Wat? Jij ook hapje. Maat. Nee, ik pak wel cellen. Oh, vind je dat leuk? Ja. Gelukkig je vinger. Hapje. Oh. Uh-oh. Oh, oké. Okay. Ah, ik heb hem net uitgespuugd. Jullie ik heb hem net doorgeslikt. Oké, we hebben het gegeten nu. En nu? Weet niet. We gaan gewoon verder. Misschien... Gaan we door. Ga je mee? Nee, dat mag niet, denk ik. Nee. What the heck, man? Mooi jongen, gek. Mijn jongen. Mijn jongen toch? Oh, dat is lief. Oh, hé, we hebben hem nu. Ja. Zo. Hey. Ga weg. Weg hier. Je moet het niet. Oh ja, maar doe dit. Doe hem in de map. Doe hem in de map. We gaan verder. Oh, ik heb last van mijn vinger. Net op de map, man. Samen. Ik kan ook een kusje geven. Hé, hey, wat doe je? Dat is een heks. Oh, ja, nu word jij ook een heks. Oh, je verandert allemaal van kleur. Ik heb niet kunnen voltooien. Oh, nou ja, echt wel. Let's go. Hé, later maar. Gaat het niet lukken? Gaat jullie niet lukken? Doe normaal, heks. Oh. Noël, ik beet echt hard op jouw vinger. Ik voelde gewoon jouw bot. Ik zweer het je. Ik zweer. We hebben hier weer een lampionnetje, die nemen we weer mee. We zijn aan het opruimen. Ja. Ja. Oh, we moeten hier langs. Oh, what the fuck? Mijn jongen. What the heck? Dat is wel echt. Oh, maar serieus. Dit ook echt niet handig is om te doen. Nu is mijn vibe wel een beetje. Verboden voor fietsers. De volgende lampion is daar. Je moet die lamp pakken, toch? Ja. Oh, wow, what the fuck? Wow, yo, jij schrok echt hard, bro. Ik zag die echt niet. Goeie plek. Tot nu toe, dames en heren, we zijn lekker aan het opruimen. We moeten de route lopen om op te ruimen. Ja. We zijn lekker bezig, gaan we door. Let's go. Let's get it, man. Even die koppen weer bij. Ja, maar dit gaat goed. Even fresh. Ik zie hier weer een nieuw lampionnetje, jongens. Daar staat iemand bij. Echt? Ja. Staat iemand bij? Ja. Ik zie niemand. Nee, dat is een boom thuis. Dat is een boom. Oh, dat is een boom. Dat is een plant. Ja, boom van een vent. Dat is een plant. Lars, kan jij deze pakken? Hij is aardig hoog. Oh. Doe dat nou even niet. Oh nee, sorry. We zijn het team. Oh, ja. Kom je erbij, jongens. Je groene lamp. Brand even vol. Okay. Net zag ik hem. Oh, ja, net zag ik. Ja, ik zie hem weer. Ik hoor ze achter. Oh, niet doen. Dit is echt zo'n stuk waar echt iets eng zit. Toch? Dat denk ik wel. Wel, kom maar bij, jongen. Ja. Ik loop door. Zo, kijk dan wel de achtergrond en zo, hè. Dit ziet er wel vet uit, hoor. Ongelooflijk. Ja, wie gaat die pakken? Ja, jij, denk. Ja, pak jij? Ja, pak jij. Maar zie je, als iemand hier zit, ik zweer, als iemand hier zit. Hey, ik krijg je fulltime. Nee, let op. Ga een flesje, let op. Ja, dat zit niet meer af. Hoewee! Snel weg. Snel weg. Yes. En door. Nice. Ik voel wel een beetje een teamverdeling hier. We hebben team stoere mannen en team minder stoere mannen. Ja. Waar zit ik bij? Stoere mannen, toch? Oké. Okay. Oh my god, check dit. Rustig hoor, wij zijn even hier lampionnetjes aan het opruimen. Oh my god, is dat check iemand dit. Die dood is? Wat ligt daar? Hey boys, check dit. Sorry. Dit is heel check eng. Dit, boys. Een skelet. Oh shit, Daniel. Nee, Daniel. Wojo. Wat? Nou, dit is echt. Wow, ik zag die niet eens. Wojo. Dit is als jij het zegt. Dit is denk ik een pop, man. Ga nou niet te dik. Wij. Lars. Wat? Geen risico nemen met sowieso, zo'n risico. Kijk dit, bro. Oh, dit is echt eng. Hey, kijk. Oh, hij verdween heel even. Hij staat er ook zo stoer bij. Ga maar even een handje schudden. Ja. Ja. Go. Even een handje schudden. High five. Lars, rustig aan, hè. Lars, rustig. Ja, hij wil niet, man. Mini-dab. Huh? Oké. Maar waarom lag je hier in iets gek? Ja. Wat ligt hier? Maar ik kan wel allemaal in de zak. Okay. Loopt dat? Oh mijn god, hij heeft een schep. Ah! Verdomme, man. Hey, verdomme. We worden echt gehunt. Holy shit. Hey, de man met de schep, je hebt mijn hele leven op gewacht. Oh, dankjewel. Ik heb een boek. Nice. Thanks. Oh, mooie ogen.
Nee, het is niet iemand. Ja, echt mooi ogen. Nee, nee, jongens, het is goed voor de thumbnail. Ik weet het niet. Oeh. Wil je even in mijn mappie? Oh ja, ik collect namelijk blaadjes. Hoofdstuk 1. We hebben bijna heel de boek vol. Oh, super. Lekker hoor. Wat hebben we nu? Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 3. 4. Wat zit hier tussen? 2. Oh, je hebt het wel mooi volgorde gedaan. Hoofdstuk 1, 3, 4 en 2. Als je leest, kom je erbij, hè? Leert makkelijker. Kom je erbij. Oké, okay, zullen we dit allemaal meenemen? Ja. Ik neem de voet wel mee. Ik neem de kruizen wel mee. Yes. Weg. You want that? Thijs, hij gaat niet weg. Thijs, kom hier, help ons. Hij is uit. Gaat niet hij weg. Is uit. Hij staat uit. Wat is er aan de hand? Oh, dit moet hierin. Handje erbij. Ik kan werkt gewoon niet bang heen? Zijn nee, door jou. In films werkt het altijd. Ja, nog een keer proberen. Ja. Hier, deze nog erin. Zullen we het samen proberen? Op de knieën. Ja. Dat doen we graag. Heeft hij vaak. Maar het is een oude river. Climb in the river. For my soul. Oh, 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 what the hell? Maar het Frodo. Yo, yo, hey, dit werkt niet, man. Nee, dit werkt niet. Gooi deze weg. Ah, wow, Lampion, lampion, lampion. Zo, ik ben nog niet zo hard geschrokken, man. Oh, nee, pas op. Het schrok even in je rug, hè? Oh, oké, okay, ja. We hebben hier de prullenbak. Ja. Hier, kruis. Kom op, jongens. We gaan door. Lang. Ja, ik ben al die shit aan het opruimen hier. Wat denk je zelf? Oké, okay, we gaan weer verder. Hé, hey, maar dit is wel in ieder geval een Halloween om toch hem af te kruisen, of niet? Ja, zeker weten. Zo. Kruis hem dubbel af. Kruis hem dubbel af. Heb je die knoflook ook mee, of niet? Knoflook? Ja, van die vampier. Ja, van die vampier. Ja, ik al opgegeten. Zo honger. Oh. Ja, dat is wel goed, ja. We moeten knoflook gewoon opeten, hè? Ja, lekker. Hey, tot nu toe zijn we jou nog niet tegengekomen. Nee. Wow. Wat doe je, man? Wat de heck? Ik schrik ook van hem. Met straight serious, bro. Oh, ja. Wat doe jij, man? Ja, maar ik weet het niet waar hij doet. Ja, dat is waar ook. Wie tikte me? Was jij dan? Oh, hey, oh, hallo. Hey, dat oh, is E.T. 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 from home. Oh, die lopen gaan niet, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Dat was Groot. Ik denk dat die... Die heeft er veel breintjes op. Kom terug, je komt terug, je komt terug. Oh, fuck. Nee, natuurlijk niet. Ja, wow, wow, fuck. Ah, why? Nee. Say it, say it. Black Ella. Dove spreuken. Hey, ik ben zo blij dat we Harry hebben meegenomen. Ja, man, hij weet man. Alle spreuken. Oh, ik neem deze weer mee. Ja. Hey, kom, stil, stil. Serieus. Hoorde je ook eens daar? Ja, daar. Nee, ik hoorde juist daar iets. Ja, daar nee, daar hoor. Daar in de bosjes zie ik. Wow, wow, wow. Als een klein... Ja. Kijk. Yo, dat is echt eng. Hij is echt eng. Nee, maar het valt eigenlijk wel mee vandaag. We hebben niet zo hard geschrokken ook. Nee? Nee. Jouw gedachten. Je ziet mij denken. Ja, ik zag hem denken. Oh nee, oh nee. Ja, je hebt wel een wapen nu. Ja, ik loop het voorop met die kruis. Hier, niemand, niemand laat ons meer trekken. Ja. Shieldwand. Ja, thanks. Wow, dit is legendary. Echt fijn. Echt legendary. Fijn om met hem vriend te zijn. Ja, echt hoor. Thijs van de jou, jongen. Hey, zie je daar in de vecht? Nee, serieus. Jack. Lampie. Ja, we moeten daarheen, hoor. We moeten er zo mee. Lach een hoge lampje om. Hey, zo komen we wel aan de stap, hoor. Ja. Zeker. Ik scherm jij wel. Niks aan de hand. Nee, is goed, joh. Niks aan de hand. Hoe gaat dit los? Trek, anders komt er daar iemand. Ah, we hebben hem. Ik heb hem. Ja, super. Hier niks aan de hand. Thijs, als jij er gewoon bij zit met die kruisen, dan daarom maar. Geen stress, jongens. Geen stress meer. Kom op. En we gaan verder. We are the lampions, my friend. Tun, tun, tun. Pascarita! Holy moly. Oh, ik keek echt in de achterzak. Ja, ik ook. Maar het is toch wel eng. Maar hij komt nu dus weer terug. Pak die kruis. Nou, blijf die lopen. Je had dat kruis ook niet omhoog. Nee, hè, daarom... Kom op, kopje erbij. Je ging te veel rennen, te weinig van kruis. Van beide kanten gaan we ze nu pakken, man. Ja, jij moet achter... Loop achteruit met de kruis naar achter. Ik ga even een boundary uitzetten. Jongens, blijf hierin, ja? Ik ben echt serieus even bang dat Thijs er te veel in gaat zetten. Ja, ja, vanavond is het een beetje bed. Stel. Ik hoor een toeter. Ik denk niet dat dat de bedoeling was. Laten we doorlopen. Ja, laten we doorlopen, man. Daar moeten we heen. Met de lamp.
Wat? Ja, we gaan niet naar jou. Nee. Ofwel. Hij probeert ons gewoon af te leiden. Nee. Ik moet zeggen, het wordt nu toch wel een soort van spannend of zo. Ja. Dat we zo diep in het bos zijn. En het best leuk opruimen. Oh. Wow, gaas. Stak. Ja. Hoe krijg jij het aan elkaar? Goede placement, jongens. Die hebben ze goed neergelegd, ja, die tak. Dat schok ik van, jongens. Echt. What, yo? Wat? Allemaal dingen hierin. Nee, dat is gewoon een vlieg. Was dat een vlieg? Ja. Nee, ja. Nee, ik voel eigenlijk niet beestjes, beeld. Man. Het staat op beeld. Oh. Ja, zie je? Ja, dit zijn bijna. Ja. Wow, wat de heck, dat is geen beest. Oh. Oh, zie je, ze gooien het zand, hè? Oh, nee, te. We gaan ze ons nu aanvallen. Nee, jongen, dit is de eindgame. Ja, dit... Oh, daar komt iemand van die vecht in. Wow, gast, doe normaal. Ja, goed zo, Thijs, goed zo. Ja, Thijs, Langzaam. Oh, joh. Ja, niks van hand. Oh, fuck. Weg. Ik heb een tak. Pak ze schep. Dat durf je dan. Oh, oh joh. Noel was er. Hij is 19 jaar, je kan hem pakken. Hij is nog jong. Hij is de kleine. Wow, it's surf. We gaan. Maar dit voor weg. Kom joh, we moeten door. Als we vanavond nog maar kunnen slapen, dames en heren. Hoi. Oh, hij praat terug. Hij kent jouw taal. Oké, hier hebben we een nieuwe lampion. Die nemen we weer mee. Hé, er lichten hier dingen. Oh nee, dat komt er ook niet. Oh mijn god. Huh? Mij niet, jong. Oh mijn god. Even kijken. Hij heeft de ketting zagen. Kijk achter je, er komt een hele gang aan hoe we weg. Mijn jongen. We hebben nu hoofdstuk 5, jongens. Thuis. Oh, mijn god. Kan niet meer. Oh, mijn buik pijn. Ja, hoor je dat ook, dat fluitje? Ja. Ik hoor het ook, ja. Mijn jongen toch. Ja. Ja, ik ga weer de uil doen, stil. Hey Thijs, ik ben wel eerlijk, maar ik denk niet dat dit het moment is om contact te gaan leggen. Nee. Even kopje erbij. Jongens, kom op, kopje erbij. Hey, dit is asfalt. Ja. Hey, dit is asfalt. Zo. We komen misschien steeds meer bij de bewoonde wereld, dames en heren. Oeh, stop daar even mee, bij Thijs. Ons, hè? Dat was ik niet. Weer een lampion gevonden. Oké, tot hoofdstuk 5 hebben we nu, hè? Ja, man. Oh my god, boys. Oh. Maar dit is gewoon iemand die hier zit. Oh. Dit is het engste wat ik ooit heb. Oh my god. Ja, het is het engste wat je ooit hebt gezien. Dit is echt eng. Je doet me niet, man. Wow. Oeh. Is ze nou weg over één keer? Huh? Even kijken wat ze heeft. Je moet er wat vragen, denk ik. Ze zal vast wel iets hebben. Oeh. Hoofdstuk? Hey, moet je nagelijk. Leuk schoenen. Ja, goed. Je hebt gelogen tegen mij. Wow, kan ze een hand geven? Ja, toch gelijk. Wat? Nee. Oeh, ze loopt weg. Wat? Bang, oh, we moeten haar volgen, ja. Oh, we gaan haar volgen. Ja. We gaan haar volgen. Dat is wel chillen, toch? Ja. Hey, het bruidspaar. We hebben helemaal die hoofdstukken niet gelezen. Nee, maat, zie je wat voor A4'tjes dat zijn? Ik heb helemaal geen tijd om te lezen. Nee, maar je ziet alleen... Ja, kijk, wacht. Hoofdstuk 1, de dood. Ja? Dat is niet, oh, vind ik grappig. Oh, sloop weg. Ja. Heb ik haar beledigd nou? Ja, denk ik. Omdat ik zei de dood? Ja. Dan moet je niet meer spelen. Meen je? Nee. Oh, je bent je vrouw kwijt? Ja. Meen je? Hé, maar bro, ik ga een nieuwe vrouw voor jou fixen, man. Ja. Serieus, man. Ja, kijk, hey, serieus. Hey, wij allemaal, man. Hey. Ja, man. Komt goed. We hebben een nieuwe deelnemer erbij, man. Let's go, man. Zo, hey, doe mee met ons. Is goed, man. Misschien komen we erachter naar al deze hoofdstukken wat voor vrouw die zoekt. Yep. Hoofdstuk 1, de dood. Hoofdstuk 2, de zombie. Okay, yeah. Hoofdstuk 3, de heksen. Uh-huh. Hoofdstuk 4, de vampier. Dat wil je ook niet, hè? Nee, dat was een man. Hoofdstuk 5, de houthakker. Dat is een man. Dat was ook een man. Oh, dat is ook een man. Ja, shit. Hoofdstuk 6, het bruidspaar. Die hebben we net gezien. Ja, daar zijn we op zeer. Kijk. Ja, daar is bruidspaar. Cute. Nice. Nou, goed gefixt, man. Ja. Kost je dan 200 euro.
Nou, maak later over. Pin of contract? Hey, ik krijg hem niet erin, man. Ik heb dit nooit gedaan. Hoe doe je? Ik kan dat even helpen. Kijk, super. Hey. Zo, hey, top, man. Echt aardig gras. Mooi hoedje ook. Hey, zo, dit is lijp, man. Oh, hey, dat doe je vaker. Dikke Apple Watch, man. Ja, dat is ook. Hebben ze hier een... Kijk, ik ben doodgegaan met een Apple Watch, man. Zo. Okay. Hey, en hij is nog opgeladen ook. Dus hey, dankjewel, hè. Hey, oh, vriendelijk bedankt. Serieus. Hey, hey, veel plezier nog op de kermis. Hey, de volgende die ons laat schrikken. Ja, die. Nee, waar is daarmee? Die slaakt met boek op de kop. Ja, ik ook. Ja. Laat hem gaan. Nee? Laat hem gaan. Hij kan toch niet geholpen. Hij kan er niet niks tegen doen. Hij is totaal de draad. Hij rent ook weg. Ik hoor iets! Ik hoor je echt. Ja, waarom ren je dan helemaal daarin, maat? En nou terugkomen, hè? Ik hoor hem zo. Ik hoorde daar echt iets. Ik heb helemaal kippenvel. Ik hoorde daar iets. Oh. Wat? Hey. Kut vampier. Oh mijn god. We hebben die knoflook nog. Hey, ja, we hebben die knoflook toch gebruikt? Ja, maar die hebben we niet mee. Oh mijn god, heeft iemand flink aan de racekak gezeten? Een racekak? Ja, dat denk ik. Oh nee, ik dacht dat wc-papier was. Oh, een zilverfolie. Aluminiumfolie. Oh nee. Moet er dan straling? Het is tegen de stralingen, man. Nee, ik denk dat we er overheen moeten lopen zo. Ik denk dat dit zo perfect is. Hey. Ik ga wel als laatste, ja? Ja, ga jij maar als laatste. Er is niks aan de hand hier. Dat is fijn. Maar als je er afstapt, verbrand je levend. Ja, dat houdt op. Tot een disclaimer voor. Wat doen wij? Wow. Hey. Is dat wat ik denk? Ja, hier moet je weer overheen. Hey. Oh, wat de fuck. Hey. Dit is een pijl, denk ik. Die vampieren hebben wel humor. Ik denk dat het ook een pijl is, denk ik. Het is een pijl naar voren, ja. Mm. Kijk, hij wijst als ik nu ga liggen, dan 1-1. Kunnen jullie meenemen? Ja. Ja, hij wijst naar even die kant. Thumbnail schieten. Oh, een UFO! Oh, we moeten omhoog kijken. Ik denk dat hier een UFO is neergestort. Staat er iets in? Is dit een F? Dit is toch geen F? Maar, dat is een F, bro. Dit is echt wel een F. Dit is geen F. Dit is een F. Ja, man, het staat hier. UFO? Ja, UFO geland in het bos, ooit in 1933. Nee. Ja, dat is een verschrikkelijk einde. Oh, verschrikkelijk. Ja. En nu? Ja, we moeten die moordzaak op... Liet cameraman een scheet? Nee. Jawel, volgens mij wel. Hoorde je dat? Ja, dat kan wel. Volgens mij liet jij een scheet, man. Maar het maakt ons niet bang, hè? Want nee, dat jou vind ik echt we erg. Gewoon. Ik heb altijd dan... Holy shit! Hey, dat is een UFO-man. Hey, dat is een UFO-man! Groet, groet! Hoi, yo. Oh my god. Zo, dit is wel vet geluid. Oh, praat terug, praat terug. Ja, Thijs, jij kan dit alles opzetten. Volgens mij moeten we iets doen. Wacht, ik heb... Hij krijgt geen lucht. Ik heb Google Translate. Ja, wacht even, ja, is goed. Zeg nog eens, even Google Translate. Ja. Het ene bom. Volgens mij zegt hij ballenpomp. Ballenpomp? Oh, wacht. Ja, ik ga jou helpen, maat. Komt goed. Ik kom in vrede. Peace, je moet peace ik... doen. Peace. 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 Kijk, zie je de tattoo? Peace. Oké, echt geen lucht. Ik kom in vrede. Oké, wij blijven hier. Je hebt een probleem met de boom? Ja, ja, ja. Er zit zilverfolie om een boom. Dat hoort niet. Goed zo en zo, ja. Haal het er nou af. Pak hem aan. Je moet er af. Het is een cadeautje van de aliens. Ah, kijk eens even. Oh, wat lief. Wat heb je daar? Oh, dankjewel. Hey, jongens. Oh my god. De hele kamer vliegt weg. Jij bent niet meer eng, jij bent Groet. Hey. Wij hebben peace met hem. Ik vraag me wel altijd waar ze heen rennen. En wat zit er onder die niks? Nee, dat was nep. Welk hoofdstuk heb je nu? Hoofdstuk 7. Lekker maat. En nu zijn we klaar. Ja, ik zei hoofdstuk 7. Ja. Als we je achterin, heb je gelogen tegen mij. Ik denk dat we misschien ook wat jij doet met het kruis met boek kunnen doen. Ja, denk ik wel. Want misschien zit hier wel de kracht in. Want dat helpt niet echt helemaal, heb ik het idee. Nee, laatst sta je niet meer. Oh, dit is kapot. Je hebt de energie. Zullen we deze gewoon bij deze achterlaten? Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk hier bij de aliens. Ik laat deze ook af. Nee, maar wacht. Want jij hebt deze niet gebruikt. Die zit nog energie in, denk ik. Man. Ja, en die wel. Maar die Thijs heeft gebruikt, daar zit geen energie meer in. Dus als jij dit nou combineert samen? Ja, ik denk, kijk. Dit is een soort eer. Ik denk serieus eer betonen aan de alien, man. Oh, dat is wel mooi, serieus. Ja. Oh. Even een minuutje stilte. Even met z'n allen stil. Even de laatste woorden voor de alien, alsjeblieft. Alien, je hebt serieus je best gedaan. Het spijt ons alle vier dat wij gewoon niet die aanwijzingen in één keer snapten. En je bent vrij en dat is voor ons allerbelangrijkste. Kom goed, maat. Kapot goed. Nee, kapot goed. Dit is mooi, man. Ja, dankjewel. Dit is mooi, man. Mooi gezegd. Het is toch mooi alien. Hoe je zo snel een band kan opbouwen. Shout-out naar de alien. Oh, kijk. Oh, kijk welke schoen ik aan heb. Easy alien. Easy alien. En je bent wel... Oh, mee. Hey, maar dat kan niet, man. Die schoenen zijn gecanceld. Oh ja, en nu?
Moet je teruggeven. Verbranden, verbranden. Oké, we hebben lampionnetje weer. Hey, die heeft het niet. Hé, daar is hij weer. Hey. Wow, what the fuck? Nou, draai om. Wat heb je op jou? Dit is de on and off. Hey. Wow. Zo, daar gaat wow, gast, een tak. Maat. Wow, yo. Zo, dat is wel erg, man. Hé, dat mag helemaal niet. Nee. Zo, dat is wel een dikke tak. Ja, dit is wel een dikke tak, maat. Ja, lekker, baas. Ja, lekker. Oh, Minecraft. Nee, wacht. Maak een crafting table. Oh, ja. Oh, ja. Kijk. Oh, tak. Hé, hey, ja. Luister. Nu hebben we een lamp gemaakt. Kijk. Dit is vet. Oh. Ik ben benieuwd of er bijna zijn. Misschien heeft het wel gewoon 10 hoofdstukken. Wow! What the fuck? Mijn jongen, hoe zag ik dit? Oei. Is dat die ene wezen met die schep? Ik denk het wel, man. Je hebt selfie tijd. Ik heb een spinnenweb in mijn hoofd. Je ziet die ogen wel zo ziek dan. Zo. Wat de heck, ik ben story aan het maken, man. Zo. Ik help, maar no stress. No lekker, stress. Lekker. Kijk, hij helpt. Laat hem stories maken, anders krijg je ruzie met deze! Snap je? Go, lompig. Nee, we moeten het okay, rustig. Oké, we gaan weer. Want die zit maar dus, kijk, ik ben er dus... Ik denk dat er niks meer komt. Nee, dat is lampion. Lampion. Ja, ik heb mijn handen vol, man. Sorry, man. Ik ga hem pakken. Hey, als iemand hier zit. We hebben een boek. We hebben een boek. Zo mooi dat hij verkleed is, Harry Potter. Ik voel wel echt wat toe, man. Met mijn toverstokje ziet. We gaan nu wel echt het bos in, boys. Oh, holy shit, die zag ik echt niet, man. Help, we moeten helpen. Ja, maar... Oh, hij is ontsnapt, hij zit vast. Zelf? Jeetje. Ik moet een zoekersleutel. Oh. Maat, we hebben geen niks bij ons. Hoe wil je dat we een sleutel vinden? Zoek de sleutel. Zoek de sleutel? Oh. Ja, weet jij waar die ligt? Onder je hoedje. Nee! Oh, sorry. Hey, zoek hem zelf. Wat is dit? Waarom zou... Oei! Oh. Maat, trek eraan. Help! Oh, goed. Viel daar iets? Ja, dat viel iets. Oh, wel? Ja, wel, man. Ja, sleutel kwijt. Sorry, man. Sorry. Sleutel kwijt. Sleutel kwijt in het bos? Oh, maar ga even die sleutel zoeken in tussen de bladeren. Waar zou die sleutel zijn? Ja. Nee, maar een logische plek is niet bij hem in de buurt. Geef even liggen hier. Ja. Nee, maar hij viel hier echt, hoor. Ja? Zoek beter. Beter. Ja, oh, maat, wat denk je andere zelf? Plekken. Oh, waarschijnlijk hangt hij hier gewoon ergens. Ja, zo ja, dat snap ik wel. Oh, yo. Hé, wat doet hij? Benen. Huh? Weet je waar die sleutel is of niet? Dat is oh, hier zit hij in. Wacht, andere kant. Hé, hey, dit is Jeu de Boel, dat ken ik. Ja man, doe jij even. Oké, okay, maar butje. Wacht, laat me een butje leggen dan. Ja, even een butje leggen. Deze tak is het butje, ja? Zoek! Ja. Oké. Okay. Hij is boos, hij wil weg. Huh? Hey, wat is dit? Hey, ik heb hem! Ja! Ik heb hem! Ja, lekker! Maak hem los, iemand! Ja, hou heel. Nou op! Ja, maar het is te knopen, die krijg ik er niet zomaar uit. Wat heb je allemaal in je baard zitten trouwens? Wat denk jij? Ik loop door een bos heen. Dit is allemaal, hoe heet dat? Spinnenweb. Hij is het even kwijt, man. Maak los. Nee, oké, maak hem los. Vraag eerst hoe die heet. Hoe heet je? Ik heb geen naam. Oh, hij heeft geen naam. Dat is wel jammer, man. Legitimatiebewijs? Legitimatiebewijs, inderdaad. Nee, is de politie. Hey. Dit is de ben. Oh, gek. Ja. Jawel, maak los dan. Oh mijn god, oh mijn god. Hij is echt in angst. Oh, verkeerde sleutel. Nee, toen. Ja. Oh, dat voelt fijn. Ja, eindelijk. Ja. Hij is los. Zoek je iets of niet? Ja, een hoofdstuk. Ja. Een bladzijde. Ga kijken. Nee, niet je broek uitdoen. Niet je broek uitdoen. Hou hem aan. Oké, doe maar dat. Hou je broek aan. Oh, wow, sorry. Oh, ja, kijk. Yes, jij nodig. Dankjewel. Ja. Hey, shout-out naar mijn editor, man. Ja, echt, wat een editor. Ja, hoezo zit hij hier vast? Heb jij ze uit te leggen? Ja. Hij zet zijn editor vast in een bos. In een bos. Wat? Maat, heb je een editor? Dan werk je voor Enzo. Ja. Hij had de edit niet op tijd af, man. Ja, dit gaat fijn, man. Sorry, ik ben echt een goede vriend, maar ik ga dit wel lekker, man. Ik vind het ook wel echt. Ja, Thijs, hoe zit het? Ja, nee, sorry, voor de rest... Want jij bent ook een soort van editor van foto's. Ja, weet je, ik ben gewoon heel blij dat ik niet vast zit hier. Ik ben blij dat ik mee mag doen, maar anders had ik je misschien ook zo. Dus dankbaar, heel dankbaar. Oké, dit was hoofdstuk 9. Of 8? Nou, 8, dus je hebt gelicht. Oké, ja, maar ik denk dat er 10 hoofdstukken zijn. Dat lijkt me logisch. Ja, we gaan verder. Ik zie verder de volgende lampion. Dus we hebben ineens dit vast. Noël, moet jij deze hebben? Nee. Dat is een ring. Nee. Hey, maar ik was echt bang dat ze broek uit ging doen. Ja, man. Serieus, ik dacht echt, nee, niet hier. Moet hij dat zelf blurren? Oh,
Kijk! Oh, hey, zo, die is zo groot als, hè? Je weet wel. Laat Noël maar eens voorop lopen trouwens. Ja, echt zo. Hier, maat. Hier, neem even dit. Nee, nee, ho, ho. Je moet wel een boek of een kruis. Wat weet je? Een van de twee. Ik heb boek en bel. Hey, follow the leader, hè? Ja, follow the leader. Een goede reisleider. Ja. En dan gaan we hier links op. Waar zijn we? Vertel eens. Oh ja, ik zie daar weer een lampje om. Wow. Wow, wow, wow. Waar ben ik? Hij is gelijk verlamd gewoon. Hé, hé, lampje om. Hé, hey, lampje om. Auw, ik kreeg er echt een tak in mijn heup. Ja, dat is niet mijn probleem. Hier ligt nog een lampje, besef dat. Hé, hey, kijk wat we hier hebben. Oh. Wow, een cadeautje. Oh, dat is een opluchting. Wow, dat is het einde dan. Hé, dit is zo lief. Die maak je bijvoorbeeld niet ook. Nee, laat hem gewoon staan. Oh, shit. Oh my god! Holy shit! Wow, waar is Lars? Ja, hier ben ik weer, sorry. Ik kon het even niet... Oh my god. Hé, hey, maar hij heeft wel een hoofdstuk laten vallen. Oeh. Oh, joh, wat doet hij? Mogen die? Prank. Mogen die... Oh, we hebben nog een cadeautje, jongens. We hebben nog een cadeautje. Oh! Jeetje! Wat gebeurt hier? Hé, hey, waar is Thijs, man? Thijs, pas op, pas op! Ja, laat de Klaus' ding doen. Oh. Hey, Thijs, man. Hey, hey, gemist, man. Zo. Raadsel, raadsel. Ruikt hij naar kappers? Ja? Ruikt hij naar? Niks. Wat voor kledingstuk? Klingel. Wat voor kledingstuk draagt een? Clown. Clown. Wat? Clown. Een clownskleding. 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 Een masker. Nee, circus. Ballen. Neus. Een broek. Een broek. Clownsbroek. Bij de pijp. Clownsschoenen. Clownsbroek. Clownskleding. Nee, een trenna. Oh, een clown. Moeilijke vraag. Nee, maar wat is een clown? Een clown is grappig. Wat broek heeft hij dan aan? Een clownsbroek, grappenbroek. Lolbroek, lolbroek. Maar wat voor jas heeft hij aan? Grapjas. Wat heeft hij op zijn hoofd? Je moet hem volgen. Je moet mij volgen. Nu krijg je de pagina, maar ik zou niet gaan. Oké, wij volgen. Pagina in het boek, pagina in het boek. Je moet de afval meenemen, het staat aan het nummer. Hey, mee het boek heen, maat. Huh? Maat, het boek! Oh! Ja, jij hebt het boek, ja. Helemaal vergeten. Wat doen met het boek? Volg mij. Oké, ja, maar we doen eerst de pagina erin. Even een stuk voor stuk. Rustig, griezel. Kom op, man. Dit is hoofdstuk 9. Ik zei toch dat het 10 hoofdstuk waren? Ja, dat denk ik ook. Wauw. Half 9, hè? Het is toch belangrijk dit? Ja, top. Ja, de tijd dringt. Wij niet. Leuk geluidjes. Hij is ook gewelddadig. Oh, hey. Thijs, zoek dan geen ruzie met die clown. Je mag hem pakken, hij is van jou, maakt niet uit. Hé, hey, man. Hier, even een defensje. Hé. Ik ben niet meer. Nou ja, pak, man. Iemand help me. We gaan verder. Oké, we moeten de clown volgen. Ja. Ah, hij weet de route ook niet meer. Nee, hij weet de route niet meer. Oh, wat de heck? Hé, hey, dat was de alien. Hoe kan hij zo lachen? De clown te laten schrikken, maar de clown is dus ook iemand om ons te laten schrikken. Als het goed is, zijn we dan bijna zover, dames en heren. Ik denk eerlijk gezegd dat we nu naar het laatste hoofdstuk gaan. En dan hebben we, denk ik, het overleefd. Laten we het hopen. Maar boys, heb je ooit zo'n comfortabel gevoel bij een clown? Ja, nee. Ik vind het echt een hele fijne gast. Hey! Wow. Toch niet, hè? Minder dan je dacht. Zoenen. Aan de knoop van die gast. Iets van deze nodig. Oh, dat is nodig. Ik voelde het al vanaf het begin. Goeie joh, we hebben het kruis nodig. Ja, dat is ziek, hè? Je kiest ook dan deze, maar die andere doet het niet meer. Niet normaal. We hebben alle pagina's. We moeten er 9 hebben. Hey, even kappen jij. Dan moesten ze 9 hebben, toch? Hoofdstuk 9 is de laatste hoofdstuk. Oké. Nice. Sorry. Hey, al zo graag. Nee. Hey, hey, zijn we nou bij die kist? We zijn weer bij die kist. Hoi, joh. Neem het laatste lampje om te maken. Oh, laatste lampje om ze meenemen. Ja, waar zie je die dan? In de kist. Ik pak hem maar. Ja, pak hem maar, want ik heb hier de kruis in het boek. Ga maar even liggen, goed zoeken. Ja, doe dat eens. Ga er eens in liggen. Even kijken hoe dat eruit ziet als jij erin ligt. Zijn jullie spannend? Ja. Neem de kist ook maar. Oh, we gaan de kist ook meenemen. Ah, oh, fuck! Wat is er? Ja, nee, niks. Nee, niet niks. Jawel, alles. Oké, we tillen de kist. Oh, ik snap hem echt niet goed vast. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, teamwork, jongens. Dit gaat lekker. Stel je voor, iemand komt ons nu tegen, al met een doodskist op de bos. En een clown. Ja, we gaan even iemand begraven. Een clown wijst ons de weg. Dit is een ritueel, maat. Jullie moeten nu heel goed luisteren naar wat ik zeg. Ja, doen we. Moeten we ons uitkleden? In het midden van het veld, de kist neerzetten. We gaan dit boek eens en voor altijd sluiten. Oké. Zet de kist maar neer. Yes. 3. Ja, dat tel je normaal altijd af, hè? Dus. Ja, niet mijn idee. Niet mijn idee. 3.
Oh. Oh, ja. Willen alle spoken uit dit bos en de alien en alle andere engers in een cirkel om deze kist te sick. Laten vinden. Nice. Mag ik er even in liggen, man? Ik ben kapot. Mannen, jullie moeten even gaan staan. We pakken ieder een hoek van de kist. We maken een kringetje. Me and all my friends. En van ons. Ja, ja, ja. Waar is het boek? Oh, die zit in de kist. Oké, okay, we hebben een kruis en een boek nodig. Oké, okay, kruis en boek. Ja, heb ik hier. Okay, heb je boek nodig? Ik heb boek. We hebben een boek nodig. Een kruis. Kruis nodig. Knoflook? En de knoflook. Kan je dat wel aanmaken? Yes. Goed gegooid. Huh? Jongetje, oh. Jij mag de kist openen. Kun je nou wel doet de kist open? Ja. Voor eens en voor altijd vernietigen. Ja. Het boek erin. Het boek erin. Boek erin. Met de kruis nodig. De clown ook? Waarom vreef je over de clown? Knoflook daar. Oh. Oké. Okay. Maar toch testen of het werkt. Leg hem er maar op, dat zei ik. Niet op mij. Dat deed alles mee. We gaan nu een ritueel uitoefenen. Ja. En dit boek en de monsters van het bos, we hingen ze voor altijd te vernietigen! Oké, gaan we doen. Zijn jullie klaar voor? Ja, jij. Hij is wel echt aardig. Okay. Dat is wel handig zo'n doek, dan kan je niet of ze lacht dan wel. Oh, ik krijg een nipple twist. Kijk, die is ook al. Ah, wat doe je, man? Nee. Kappen uit. Oké, dit is een serieuze zaak. Oh. Ik zie het. Kom maar. De mensen uit het bos, de monster uit het bos, voor even een half uur. Oké, neem een hoek van de kist. Een hoek van de kist. Blijf staan. Blijf de hoek van de kist staan. Oh, staan. Wat gebeurt? Neem een hoek. Oké, we gaan een ritueel offer doen. Ritueel offer. Waardoor monsters gaan verdwijnen. Je hebt wel veel tekst. Oké. Laten we nu gaan beginnen. Ja, beginnen. Zeg mij na. Hey, dat zei hij niet. Salam aleikum. Ja, klaar jongens? Oh. Ja, ik neem het heel serieus, maar... What the fuck? Okay, nee, maar ik wil niet iets zeggen waar ik niet achter sta. Ja, maar hey, salam aleikum. Oké, okay, iedereen kent het. Salam aleikum. Salam aleikum. Alle monsters gaan nu dood. Oh, ze vallen allemaal om. Hey, serieus. Oh, kijk eens even. Ja, kijk, ze zijn allemaal dood. Oei, joh. Kijk dan. Hey, waarom zijn ze zo? Oh, ja. Ze zijn allemaal dood. Oh, yes. Oh, de clown is ook dood. Nee. Oh, maar hij heeft nog wel steeds een lolbroek. Hij is dood. Nipple twist, hij was dood. Ja, T-Bekker. Allemaal T-Bekker, kom op, allemaal. Let's go. Ja, let's go, man. Fuck yeah. Hey, boys. We hebben overleefd. Lekker hoor. Lekker hoor! Hey, surprise man! Nee, lekker man! Jij ging vissen! Kutje hoor! Doe maar een keer! Sorry man, ik ben even... Hey Daniel, was jij er? Ja, ik was er ook! Oh, yo, man. Oh, was jij het serieus? Ja, ja. Ja, joh! Lekker, hey, lekker man! Zullen we even kijken? Moet hij zichzelf editen? Ja. Zullen we even kijken? Oh, dit is wel spannend. Oeh, wow, lekker! Boom! Hey! Ja. Alles goed? Ja, zeker. Nice man, nice. En daar hebben we de man Theo. Hey. Alles goed? Ja, wat meer. Nice. Hey, ik dacht dat je weg moest. Dat is Joelle. Of niet? Ja hoor. En wie hebben we hier? Even serieus, wie hebben we hier? Ja. Even in die ogen kijken. Ik weet het echt niet. Wacht, even naar de haren of zo. Ah. Oh, hey Alec. Oh, dat is Alec. Hey Alec. Oh, jij doet wel goede stemmetjes, man. Dankjewel. Ja, serieus. Oh, dat is Alec. Wist jullie dat? Nee. Ja, nu dus. Ja, soort van. Echt? Oké, naar de volgende. Wie is dit? Even serieus. Ja, die... Ik zou het echt niet weten. Wacht. Wel, kijk even naar die schoenen. Misschien ken je die schoenen. Hebben die ooit gezien? Even kijken wat voor drip. Oh, dat is geen drip, man. Nee, het is geen drip. Pim? Oh, dat is wel lullig. Oh. Als dit Pim is. Oh. Als dit Pim is. Wat? Nogel, je moet echt hey, een Pim. Oh my god. Ik vond het al wel een grote sterke guy. Ja. Wat ziek, hé. Oké, de volgende. Ja, deze lieve meid ken ik. Kennen jullie ook haar? Ik ben benieuwd. Ik ken hem niet. Volgens mij is ze laatst gaan shoppen met Myron. Oh, vriendin. Voor de kleding. Of nee, voor de woonkamer. De accessoires en zo. Wat zit achter die mooie lokken? Siona! Hey, alles goed? Ja. En deze vind ik het moeilijk. Ja, man. Oh, deze vind ik het moeilijk. Steffi! 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 Steffi!
Oké, dit is sowieso iemand... Hey, Enzo. Hey. Beetje ongemakkelijk. Je had een beetje moeite om in rol te blijven. Ja, sorry, ik lag serieus al een half uur in die kist. Zuurstof werd steeds minder. En op een gegeven moment, ik moest omhoog. Maar jij zegt, hey, dat is Rutger. Dus ik schoot in de lach. Alleen daarom al. Nou, we hadden in ieder geval de knoflook snel gevonden. Ja, nou. Zeker. En dan hebben we hier de skelet. Of de skelet, de Fortnite dans. Maar ik ken hem niet. Nee. Kennen jullie hem? Ja, Danny. Ja, maar wie is Danny? Ja. Wie is Danny? Danny, alles goed? Zeker. Enzo. Danny, ik ben de vriend van Shona. Oh, maar jij hebt de kist getimmerd. Ja. Hij heeft de kist gemaakt. Hij heeft de kist gemaakt. Nice. Oh, nu snap ik het. Bal is begint te rollen. Nice. Leuk om je te ontmoeten. En wie hebben we hier? Weet het. Ja? Ik denk Knolly. Huh? Knolly? Michel. Ja, die vriend van jou? Nee, die ging er als laatste in. Die is toch even groot ongeveer? Pieter. Nee joh, gast. Nee jongen. Nee joh. Nee joh. Ik denk Michel. Ja. Michel. Nee. Ja! Michel! Ik wist het! Ja, Michel! Nee, Michel Nee. Ja, man. In één keer dacht ik het. Yo! Even kijken. Ja, en wie hebben we hier? De dames en heren. Moeilijk, hè? Wie zijn wij nou? Ja, wie zijn dit nou? Oh, nu zie ik het pas. Ah, gelukkig had ik een kus aan een goede gegeven. Kijk eens even. We hebben net gewisseld van outfit. Ja, serieus? Deze escape room was weer... Of escape bos iets-achtig. Was weer next level, hoor. Ja? Zeker weten. Zelfs ja. Nu het verpest was, eigenlijk. Nou, op het begin dachten we dat het verpest was, maar gelukkig moesten we de hele route opruimen. Ja, en konden we net zo goed af en toe even snel babbelen. Even kijken. Ja, precies. Dus daar hadden we geluk mee, dus ik vind het geslaagd hoor. Ja, ja hoor. Dat was alsnog super. Was leuk. Ja. Zeker weten. We zijn een beetje geschrokken. Besef wat ja, zeker. Nu? Ja, dat komt wel. Dat we hier nog okay. Lang over hadden moeten doen. Maar dan was ik echt bang geworden hoor. Ja, ik vond het serieus sick hoor. Ik vond het echt nice. Ja, hij is erg man, hij was Hoe was de rit? Hoe was de rit? Ja. Ja, boy, yo. Heftig hè, die bocht. Ja man, ja, hard, dat was echt sick. Danny. Wow, ja, Danny kan wel rijden hoor. Oh my god, zo, dit was sick. In ieder geval, applausje voor iedereen, voor alle deelnemers, maar vooral voor alle enners van vandaag. Dames en heren, dit was de Escape Room van 2022 Halloween editie. Hopelijk hebben jullie genoten. Echt serieus, shout-out naar iedereen die heeft geholpen om dit mogelijk te maken. Super tof om te zien dat het wederom gelukt is, ook al leek het in de soep te lopen. We gaan nu snel alle spullen pakken en we gaan er vandoor. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check alle mensen die mee hebben gedaan, informatie in de beschrijving. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace! Nou, daar zitten ze met z'n allen hoor. Zijn jullie klaar voor de escape room? Helemaal dag bezig geweest. Ja, klaar voor? Meer van geloof tegen ons. Wat heeft hij gedaan? Ja, hij zei, je moet hem op 3 zetten, dat is perfect. Ik vind dat vervelend. Wat? Hè? Daniel, nou, heb jij er zin in? Kleur aan je gevoel zou geven. Ja, zeker. Ik heb er altijd zin in. Goed zo. Ik ben vanavond een kioen. Een hele enge. Heb je je cadeautje al gezien waar je in zit? Nee. Daar zit jij in straks. Ja, of zo. En jij denkt dat ik daarin pas? Ja, Alec heeft even getest. Die past erin. Alec is een jongetje. Nee, dat gaat lukken. Spoken! Hey! Zitten jullie gezellig met z'n allen hier? Nou, we gaan even de route bekijken. Was het te doen achterin? Want die jongens moeten straks ook achterin zitten natuurlijk. Hij moet gewoon extra hard steeds remmen optrekken. Dan scheiden ze helemaal. Ja. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien, maar we zijn nu de lampionnetjes aan het uitzetten. Het lijkt echt alsof... Zo, je ziet helemaal niks, je hoort alleen maar geschreeuw. Ja, het lijkt net Sint Maarten. Hey Pim! Hey. Zo, dat is wel fel, of niet? Dat is heel fel. Wow. Ja, nee, Pim is straks dus de dood. Zeker. Ja, die mag niet praten. Jij hebt straks een schep Mijn bij stil. Je. Ja, ook. Want er is een kistje begraven op jouw begraafplaats. Ja. En daar, die moeten ze openscheppen. Dus jij moet hun laten zien dat ze moeten graven zonder te praten. Ja, ja. Dat is wel lastig. Ja, ja zeker. Maar wel goed hoor. Ik denk het goed. Ook wel. Ik heb er zin in. Ik heb er ook zin in. Ben je er ook klaar voor, Jordi? Ja, zeker. Ja? Ik word een boef. Jij bent de boef. Ja.
Gaat er gebeuren? Ja, dat is wel leuk hoor. Jij hebt straks ook zo'n ketting om je voet, hè? Ja, het zit vast ook. Ja, ze moeten jou bevrijden. Het gaat spannend worden. En wie lopen hier? Goedemiddag. Hey jongens, de clown en de bruidegom. Yes. En nog een heks. Hallo. Dankjewel, hè. Maar dat wisten we al, toch? Ja, dat wisten we al. Nee, grapje. Nicole. Nee, als er één iemand geen heks is, is het Nicole. Nou. Ik ben de heks van Siercomplex. Oké. Okay. Yes. Wie is dit? Vampier. Ja. Ben je klaar voor? Oh nee, we weten nu wie dit is. Hij praat ook niet meer. Jordi. Shiona, de zombie. Oh. Wow, jullie zijn echt goed opgemaakt met z'n tweeën. Zo, echt vet. Oh, een alien. Oké. Heksje, Nicoletje. Wie zit hieronder? Hey, houthakker. Heb je kettingzaag bij je? Kettingzaagje bij me. Ex bij me. En wie is dit? Zo, dat is de clown. Oké. Heb ik al iedereen gehad? Ja. Oei, joh. Jezelf. Nou, ook behalve mezelf. Ik ben ook een heks. Oh my god. Ik zie niet. Bloeper! Nee, dat is juist leuk. Gaat straks misschien ook gebeuren, hè, dat iemand op zijn plaat gaat.